het een mooie facelook vindt. Dus die zitten er helemaal klaar voor. Ja, zegt ze. Ja, het is mooi. Het zijn onze glitters. Dit is een appeltje. Ik zie het. Allebei de appeltjes. Hele mooie wimpers van jezelf. Briljante. Het is wel een hele stoere tutorial, jongens, dit, hè? Vlog, wij zijn de Bellinga's familievloggers. En wij zijn weer lekker thuis van een heerlijk weekendje weg. Vandaag gaat Luan weer lekker naar school toe. En we gaan de boel weer een beetje opruimen, de koffers uitpakken. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Wat heb je daar meegenomen? Ja, ik die schrift lag nog in de tas. Je huiswerkboekje. Ja, mijn huiswerk. Oh, wie zegt daar wat? Luxie is een beetje, Luxie is nog steeds een beetje verkouden. Om je ook verkouden? Dag. Even grote snottenbellen die loskomen. Dag. Dag. Welke letter ben je nou aan het leren? B. Goed zo. Bellinga. Ja, heb je dat geleerd bij de juffrouw? Ze ging het keer eens aan mij zeggen. Oh. Kijk, ook de B van Bellinga. Oh. B is de boom. De bal ligt erbij. Bijt hem niet stuk. Die bal is van? Mij. Mij. Heel goed. En kijk. Moet er nog iemand kijken? Dit is van de woordjes van de B. Oh ja. Dus hier moet je alle woordjes die met een B beginnen, moet je tekenen. Ja. Luxie zit weer in haar favoriete hoekje. Te spelen met de? Ja, de afstandsbediening. Een bakje. Bam. En een bakje. Dat was de zomerhefteling. De eerste. Kijk, dan was Luxie het nog een stukje kleiner. Oh, is het niet. Zo. En dat was afgelopen weekend. Leuk, hè? En die? Lip. Pip. Lip. Pip. Hé, hey, ik heb een pip op school. Ik ook. Nee, ik heb geen pip op school. Maar dat schrijf ik alleen. Ik. Pip. Wat? Appel. Slang. Ik kan er niet eens stickers plakken. Zo, kun je een beetje helpen? Ja? Nee. Die kan. Red is nu buiten. En die prinses moet binnen. Oeh, ik heb de draak. Ja, Daniel heeft een nieuwe broek, jongens. Een spijkerbroek. Kijk eens. Nou. Blauw. Wauw. Ja, mooi. Gaten erin. Wauw. Oh, sorry, sta ik ervoor. Wat vind je ervan? Papa's nieuwe blauwe strakke. Mooi hoor. Heel mooi. Veel plezier op school, hè? Gaan we er even zwaaien naar onze drie meisjes? Gaan we voor doen, yes. Zwaaien naar onze drie mooie meisjes. Oké, focus. Tot straks, jongen. Wat zijn wij aan het doen, Luxie? Wat zijn wij aan het doen? We zijn er aan het knuffelen. Ja. We hebben net een lekker slaapje gedaan. Ja. Lekker slaapje gedaan. We zijn even gezellig aan het kletsen. Waarover gaan we kletsen dan? Waarover heb je gedroomd? Over de prinsessen? In het kasteel? Over de prinsessen in het kasteel? Hm? Of over de kaboutertjes? In het kabouterbos? Ja. Ja, kusje. Mooie haren. Maar mooie haartjes. Jouw haartjes groeien ook al. Je krijgt ook al pluisjes. Ja, lekker dipke. Oh, zo'n lekker dipke. Mm, zo heerlijk. Het zijn nog het lekkerste. Die knuffeltjes van Luxie. Die spontane knuffeltjes die je dan krijgt. Dan kun je zo genieten. Die armpjes die je dan vasthouden. Of dat ze je zo aankijkt.
Ja, dit doet ze nu ook heel veel. Voelen met haar hand. Mama, tandjes. Dag, wie komt hier kijken? Wie komt hier kijken? Is dat Pip? Pip komt even kijken. Ja, kijk, en Lucilla zit daar op de bank. Hey, Sil. Die zit even lekker een filmpje te kijken. En papa die is met opa winterbanden halen. Ja, want het wordt winter. En dan kunnen we niet met de auto gaan sleeën natuurlijk. Hè. Dus we moeten goede banden hebben. Dat is papa aan het doen. Woezo. Kom hier. Kom hier. Dan ga je lekker te slapen, woezeltje. Ik kreeg opeens een heel leuk spontaan ideetje. Terwijl Luxie hier achter mij lekker aan het spelen is met haar speelgoedmand. Gaan Lucilla en ik, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat hebben we hier klaargezet? Wij gaan een feestmake-upje opdoen. Nee, nee, make-up! Ja, we gaan lekker make-uppen. Dus ik heb hier wat make-upjes gepakt. En dit wordt een tutorial. Gaan we dat dan noemen, hè? Zoals ze dat dan noemen op YouTube. Een make-up tutorial face look. Zullen we het zo gaan noemen? Als je dus ook zo'n look wilt als wat wij nu zo gaan maken. Let dan goed op. Want we gaan je laten zien hoe dit stap voor stap gaat. En Silla? En Luxie die kijkt ook mee, hè? Luxie die kijkt ook mee. Luxie wilt ook meedoen, hè? Vindt ze ook gezellig om naar buiten te zitten. Wat is dat allemaal? We beginnen met eerst het gezicht helemaal egaal te maken, hè? Wat gaan we doen? Ja. Ja, wil je ook wat vasthouden? Even kijken, kijk eens. We gaan de mascara vasthouden. Die is mooi. Mag ik niet openmaken? Ja, mag ik allemaal stukjes zetten op je. Nu pak ik er ook één. We gaan beginnen. De meisjes die zitten er helemaal klaar voor. Dus concealer is een lastig woord. We gaan eerst eens even alle walletjes wegwerken. Ja, die heb jij nog niet zo erg, denk ik. En alle rimpeltjes, die heb je ook nog niet zo erg. Kijk, je kunt eraan draaien, hè? Doe er maar eens aan draaien. Er komt een spul uit. Zie je dat? Ja, een klein beetje. Zo. En dan tippen het een beetje egaal. Zo. Kan je ook met je vinger doen als je zo'n sponsje hebt. Mama, zijn walletjes even een beetje wegwerken. Van de afgelopen dagen. Afgelopen weekenden. We doen overigens dit weekend weer rustig aan. Het ziet er wel gek uit. Het ziet er wel gek uit. Dat klopt, hè. Maar daar gaan we wat aan doen, hè. Kijk voor mij. Ah, dat is wel heel raar, Luxie. Dat is raar. Nou, moet je even wegtippen. Goed zo, Lucilla. Poedertje moeten we dan opdoen. Dan was ik klaar. Oh, sorry. Ik doe vast het poedertje op, goed? Ja. Kijk, zoek een beetje poeder. Zo. Dat is een heel mooi egaal in je gezichtje. Ja, dat heb je eigenlijk allemaal al, maar ik doe het gewoon mee voor de leuk. Goed zo, Lucilla. Ja, een beetje zo. Ja, keurig. Met een poedertje een beetje overheen. Ja, mooi aan de kant. Goed zo. Mooi egaal. Ja. Goed zo, Luxie. Hey, heel goed van jou. Wat gaan we nu doen? Hoe heten die dingen hier boven de ogen? Zijn dat mijn lippen? Wenkbrauwen. Wenkbrauwen, wenkbrauwen. Kijk, daar hebben we deze voor. Een wenkbrauwdoosje. En dan kunnen we een kleurtje uitzoeken. Mama is eigenlijk altijd een beetje de donkere, maar kijk, mama doet dan altijd zo. Ja, ik heb ze zelf al op en dan gewoon een lijntje trekken. Wil je dat zelf doen? Goed in de spiegel kijken. Je haar even in de kant. Goed zo. Op je haartjes moet je dat zitten, hè? Zie je dat? Ja, heel mooi. Heel mooi. Leuk, Luxie. Prachtig. Zit hij goed? Kan mama nog een beetje helpen? Zit hij helemaal goed zo? Oké, wat gaan we nu doen? Oogschaduw. Oh, maar we hadden een hele mooie oogschaduw van Sinterklaas gekregen. Ja! Zullen we die opdoen? Ja, mij! Nou, het volgende wat we op gaan doen zijn deze mooie kleurtjes. Feestelijke prinsessenkleurtjes. Die roze op mijn lippen. Roze op je lippen? Nee, dat kan ik zien. Oké, dan kan je zo. De lipjes. Vind je dat ook mooi? Vind je dat ook mooi? Even iets anders pakken. Kijk, wat is dit voor mijn doosje? Dat is een
die kleurtjes zijn veel leuker. Oh, nee, nee. Zo. Mooi. Heel mooi. Mama ook op de lipjes? We doen dus een roze lipgloss op, hè? Zit hij goed? Ja. Ja? Oké, en wat gaan we boven de ogen doen? Deze. Wauw. Zo. Zo mooi. Ik zie het al. Ja. Andere? Dicht. Zachtjes dicht, dat geen rimpeltjes heb. Weet je nog wat? Dicht. Mooi. Is het goed? Ja. Ja? Wauw. Mooi hè? Ja, ja, zegt ze. Ja, is mooi. Deze ook. Welke wil je erbij? Deze. De glitters? Deze. Ja. Zullen we de glitters op boven de oogjes doen? Wauw. Hoe leuk ze eigenlijk. Wauw. Heel mooi. Ja? Dit zijn onze glitters. Mooi hè? Nu moeten we rode wangetjes maken. Dit is het poedertje. Weet je bij jou? Nee, rode wangetjes? Oh, daar zit de hele kwast op. Weet je de hele kwast op? Vind je dat zo lekker? Ik oh, nee. Iets anders. Kijk eens. Oh, kijk eens. Die is mooi. Die is mooi. Nee, wil je die niet? Oh, dat kwastje was toch wel heel mooi, ja? Nee. Deze Luxa. Die. Nee, kwastje. Oeh, zo'n mooi doosje. Wat is dit dan? Ja, dit is rood. Een mooie roze prinsessenblosje. Echte feestdoek. Die andere was rood en deze was roze. Ja, een roze wangetje. Nee, mama. Nou, we zetten dus een roze wangetje aan op allebei de appeltjes. Ja, dit is een appeltje en dit is een appeltje. Een appelwangetje. Oh, mama ook. Ja. Ja. En Luxie ook op een roze wangetje? Op een roze wangetje? Ze wil het in de mond doen. Krijg je een roze mond? Beetje mascara? Wil je ook mascara op je ogen? Ja? Ja? Moet jij? Maar dan moet jij het doen. Ja, dat zal ik dan wel. Dan moet je even naar mama kijken. Moet je de oogjes open houden. Dan moet je even een beetje naar mijn... Ja, zo. Oeh, je hebt eigenlijk helemaal geen mascara nodig. Je hebt hele mooie wimpers van jezelf. Oeh. Wauw. Zie je het? Vind je het mooi? Ja. Ja, hè? Doe je ook dat? Heeft Luxie ook nog niet nodig, hè? En we kunnen nog een rood lipje doen. Vind je dat mooi? Maar ik kan er wel overheen. Kom, ja, ik kan over de lip los. Kan je dat zelf? Oké. Nou, gaan we nog even een mooi een rood lipje erop zetten. Kan je echt mooi. Wauw, netjes tussen de lijntjes. Ik kan dat bij jou. Mooi. Deze is misschien ook wel leuk. Dit is een glow. Kijk, een glow. En die kunnen we op het gezichtje spuiten. Oh, ik zie. Kijk, als we die op het gezichtje spuiten, deze, krijg je glitters op je gezicht. Kijk, mama één keertje voordoen. Doe zo. Nou, hebben we een beetje glittertjes op ons gezicht. Dit is ook heel leuk. Dit is voor op je wang. Zo. En dan heb je een beetje zo'n gloed op je wang. Kijk. Zo. Niet zo. Kom je de borstel? De borstel. Mooi. Zie je dat hoe mooi dat is? Je moet een beetje met je handen zo uitwrijven. Ja, aan de andere kant ook. Mooi. Mooi. Nou, zijn we klaar? Zijn we klaar voor het feest? Nee. Nee?
Nee, oh, nog niet. Wat dan? Wat gaan we nog doen? Oh, deze. Dit zijn glittertjes met een klein beetje lijm. En dan zet mama een stipje hier. Twee oog. Mama wel eventjes doen, want dat is een beetje gevaarlijk. Stilzitten. Stipje. En daar ook. Zo. Nee, dit zijn de glitters, dat is de lijn. Dit. Doe hier. Wauw, andere kant. Wauw, zie je dat? En hier een stukje. Heel mooi glitterbakje op de lijm. Dit is wel een hele stoere tutorial, jongens, dit, hè? Inclusief glitters. Oh. Wauw. 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 Oeh, ik vind het heel stoer. Ik voel heel stoer. Vind je het ook mooi? Ja. Tadaa. Dit is onze feestdoek geworden. Vind je het nou mooi? Laat even weten onder in de reacties. Vond je het leuk? Ja. Zullen we het de hele dag op laten zitten? Ja. Ja? Oké. Okay. Luxie vond het ook wel mooi volgens mij. Zit er een dopje? Ja, zegt ze. Doei. Ja. Dag. Zeg maar dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even met Lucilla te make-uppen. In ieder geval, Lucilla vond het heel leuk. En Luxie volgens mij ook. Die zit hier lekker te spelen. Ik had hier dus net even alle make-upjes opgelegd. Die ga ik zo even opruimen. En hier stonden jullie net boven, daar. Toen kon Lucilla daar lekker makkelijk in de spiegel kijken. En ik had even een lampje opgezet. Aangezien het best wel donker is buiten. Het is een beetje grauw, miezerig, nattig weer. Dus ik dacht, zet even een lampje op. En dan ga ik even zelf een beetje goed kijken. Of ik dit de hele dag op kan laten zitten. Ik moet straks ook nog Luan van school halen. Ja, nou, ik vind het leuk. Oma die heeft Lucilla opgehaald. Die gaat lekker bij Lucilla... niet bij Lucilla spelen, bij oma spelen. Want daar zijn ook de neefjes. Daar gaat ze lekker eventjes een middagje spelen. Dat is nog wel eens de vraag trouwens. Wat ik nog wel eens steeds onder de video is. Of Luan nooit met vriendjes speelt buiten school om. Natuurlijk speelt hij wel met vriendjes buiten school om. Alleen dat vloggen we liever niet. Dus dat houden we liever gewoon voor onszelf. Ook voor die vriendjes en voor Luan zelf vinden we dat gewoon fijner. Dus ik heb Luxie nu lekker eventjes voor me alleen. Daniel die is nog steeds met de winterbanden bezig. Die belde net al van schat, er zit al twee banden zitten er al op. Dus die is nog flink met opa aan de klus. En ik dacht, Luxie, zullen we even lekker liedjes gaan zingen? Want ik heb hier dat hele leuke, zo'n zingboekje, zeg maar. En hier staan allemaal liedjes in. En ik dacht, misschien is dat wel leuk. Dat we even samen een boekje gaan lezen. Liedjes zingen. Houten paddenstoel, hout met witte stippen. Zacht kabouters, billenpijn, heen en weer te wippen. Krak, zij doen de paddenstoel, met een diepe zet. Allebei de beentjes, hopla in de lucht. Een hoedje van 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Papier. Als dat hoedje dan niet past, zet hem in de glazen kast. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Luiden, alle klokken luiden, bim, bam, bom. Bim, bam, bom. Wat is dit? Zagen, de wagen. Jan kwam thuis om een boterham te vragen. Vader was niet thuis, moeder was niet thuis. Piep, zei de muis in het voorhuis. Is mooi. Kevertje klom eens op een hek. Oh, wat vind je nou? Ik ben aangekomen in Drachten en ik rijd nu de garage in waar de vier winterbanden worden ondergezet. Was ik klaar voor Winterberg met de winterbanden terug, dat is wel lieverd. Ja, dan gaan we even kijken voor zilveren wieldoppen. Dat is natuurlijk niet zo mooi, hè? Dus gaan we eventjes nog wieldopjes aan. Tadaa, de zilveren wieldopjes. Ah, mooi zilverwiel. Klaar voor de wintersport. Even nog een hele leuke kleine tip tussendoor.
Deze soepstengeltjes zijn van de, wat heb ik ook alweer? Albert Heijn. En dit zijn mini soepstengeltjes. Zo'n grote doos is dat. Het zijn van die zakjes waar dus kleine baby soepstengeltjes in zitten. Echt super schattig is dat. Ik heb ze eigenlijk altijd standaard in mijn babytas zitten. En nou ja, ik geef het haar dus gewoon als lekker snoep tussendoortje. Een lekker soepstengeltje. Zelf de doos al te pakken. Heb je de doos al te pakken, Luxie? Is dat de doos? Oh, Luxie, vind je dat zo lekker? Dat is op de kop, schatje. Oh, nee. Nee, kijk eens. Uh-oh. Kijk, deze is voor jou. Oh, die is lekker. Die is niet voor jou, die is voor de baby. Die is voor de baby. Ja, likt tongetje al af, hè? Nee. Ja, dat zijn de stofzuigertjes. Die ruimen de kruimeltjes op. Oh, hier hebben we nog wat gevonden. Wisten jullie dat? Boezel, zit. Pip, zit. Goed zo. Braaf. Nou, dan gaan ze hoor. Hebben ze ook iets lekkers. Hebben de hondjes ook wat lekkers, hè? Is het lekker, Pip? Is het lekker, meisje? Is het lekker, Woes? Lekker, hè, jongen? Dat is een lekker stokkie. Zo, ja, ik moet opeens heel erg opschieten. Daniel die belde van, ja, het lukt me allemaal niet met de autobanden. Het loopt allemaal iets uit. Dus wil jij alsjeblieft Luan van school ophalen? Maar daar had ik niet op gerekend. Dus wat is er nou gebeurd? Luxie is in slaap gevallen. Ze wordt inmiddels wakker. Ik had haar even daar neergelegd. Dus ik ga haar snel jasje aan doen. Spring ik in de bakfiets, want Daniel heeft natuurlijk de auto. Luan ophalen. En dan gaan we door naar opa en oma. Daar eten we vanavond een hapje mee. En als het goed is Lucilla is daar ook. En dan zie ik Daniel daar ook weer. Ja, lukt ie. Ja, zit ik er echt leuk. Ja, ik zie grijze ogen. Mooi worden. Moet je tegen oma zeggen, opa, hoe lang moet die? Op de kist. Hey, mam. Tot hoe ver dan? Op de buik. Hé, hey, wie is er nou mijn spannetje zo lekker te pruttelen? Lekkere spinazie. Lekkere bientjes. En? Ho, lekkere raakballetjes. Van opa en oma, wat ben je toch van de schoon? Hé, hey, maar wat zal je nou net, mam? Ze zei iets heel leuks. Wat zei je nou? Wat die hebben gemist. Ja. Tot morgen. Doeg. Eet maar. Gaat het er lekker in? Oh, is. Zo. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee, dans mee en blijf in staan.